Waarom zegt Bart niet Ajax-lid? Nou ja, dat doet hij ook wel, maar die womanizer werkt wel beter. Stel je voor dat je dat had gedaan. Ja, dan heb ik wel een probleem. Helene. Chris. Leuk je weer te zien. Zeker. De vorige keer dat we elkaar spraken had betrekking op de documentaire Doet Zozeer. Ja. Over je dementerende moeder. Klopt. De omstandigheden waarin we elkaar nu moeten zijn, zijn een beetje anders. Iets anders. En ik moet zeggen dat ik dat best wel... Dat is best wel bijzonder. Of pikant. Maar ik heb me voorgenomen, we gaan ons voor niks schamen. Nee, zeker niet. Nee, dat hoeft ook niet, toch? Nee. Want je hebt een seksdagboek geschreven. Ja. Dat is uit als de mensen dit zien. Ja. En de eerste vraag is eigenlijk, waarom heb je dat geschreven? Omdat ik nog nooit ergens een seksleven had gelezen. Ja. Dus het bestaat niet. Er bestaat niet zoiets. Je hebt natuurlijk wel dagboeken waarin mensen schrijven over... zeg een escort girl maakt een dagboek of een prostituee of een iemand die helemaal in de SM zit maakt een dagboek of eigenlijk alles wat er gebeurt, wat in een normaal leven gebeurt, dat noteer ik niet. Heb je eruit geknald? Ja. Het gaat alleen maar over seks. Ja. Ik vond dat je daardoor, wat ik een beetje miste, werd op een gegeven moment zo klinisch. Jullie hebben dan vooral seks. Ja. De hele tijd seks. Als je geen seks hebben, dat geeft niks jullie... op. Ja, of jullie zijn bezig om aan te geven dat je graag seks wil binnen nu en een uur of nu en een dag. Ja, maar... En ik miste een beetje van, weet je, de lievigheden of zo. Dat je na het klaarkomen op elkaar in de ogen kijkt en denkt van, je geeft er iemand een kus op de neus en zegt van, ik hou van je of zo. Dat was nergens. Ik dacht van, dat er helemaal niet in? Ja, maar dat doen we wel. Ja, we vallen in elkaars armen in slaap. Of dat we, ja, maar het was... Nee, het is niet een, als heel romantisch bedoeld. Dus alle romantiek zit er ook... Die is er wel, maar die zit er niet in. Nee, dat klopt. Dat klopt. En ik had wel niet vaak, maar geregeld dat ik wel echt snel mijn telefoon pakte om het op te schrijven. Maar direct na de daad? Ja, niet elke keer, maar vaak wel. Omdat het echt... Je vergeet het echt heel snel. Je begon dit seksdagboek... Terwijl je de laatste hand legde eigenlijk, de eindfase van de productie van de documentaire over je moeder. Doet Zozeer, over je debuterende moeder. Die moeder wilde jij per se bij je houden, dicht bij je houden. Ja. Er kwam een speciaal tuinhuis in de tuin. Ja. Dat je begon met het seksdagboek. Is dat een soort poging geweest om afleiding te vinden? Of is er een connectie daartussen? Tussen zeg maar dat je ziet dat een leven eindigt. Ja. En het beschrijven van je eigen seks, wat eigenlijk een soort viering van het leven is? Ja, nou, misschien wel. Misschien onbewust dat het niet heel bewust zou gegaan. Maar het zou best wel kunnen dat het wel een soort tegenwicht is. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel echt levendiger kan het niet zijn. Dat vind ik ook echt het mooie aan seks. Seks geeft je zo het gevoel dat je leeft. Ja. Dat geeft je zo'n soort kracht. Ja. Ik wil gewoon zo lang mogelijk nog het doen en beleven. En niet dat ik er al... Om mijn 60ste naar terug. Ja, dat waren nog eens tijden. Toen had ik seks, weet je wel. Dus seks is voor jou letterlijk vitaliteit. Gewoon... Vitaliteit. Het is gewoon leven. Het leven. Ja, het is echt leven. Het leven. Ja, ja, het is echt leven. Wat gebeurt er als je te veel nadenkt, te lang nadenkt over de situatie die zich over 20 jaar zal gaan aanbanen? Laten we zeggen 25, als je misschien toch wel de fysieke ongemak hebt waarvoor je, maar door seks toch... Ik vermoed wel dat zowel de geestelijke als de lichamelijke, zeg maar, achteruitgang of vertraging of aftakeling, of hoe je het ook noemt, dat wel een beetje hand in hand zal gaan. Daar ben ik niet zo bang voor wat dat betreft. Nou, heb je het daar met Bart over bijvoorbeeld? Van wat er eventueel zou kunnen gebeuren? Nee, eigenlijk niet. Ja, niet, maar ook niet echt per se wel. Ja, het is toch nog redelijk ver weg. Ja, we zien het wel. Ja. Ik zie toch altijd wel echt mezelf. Ik denk toen met Ton dacht ik echt, dit is tot de dood ons scheidt. En op een bepaalde manier is dat ook zo. Want ik weet zeker dat Ton altijd in mijn leven zal blijven. Hoe dan ook. Want die is er ook nog steeds. En
met Bart, ik weet het gewoon niet. Ja, ik hoop het. Weet je wel, het zou hartstikke leuk zijn. Hoezo weet je het gewoon niet? Je weet het gewoon niet. Ja, wat er kan gebeuren, bedoel je? Nee, kijk, ik weet dat de vriendschap met Ton altijd zal blijven bestaan. Het is en het familiegevoel. Met Bart weet je natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Hij is pas 31, hè? Je laat hem ook een beetje vrij. Je gaat niet te veel claimen. Ik claim hem ontzettend, maar op de lange duur zal ik hem zeker vrij laten. Als hij op een gegeven moment echt duidelijk gelukkiger zou worden met een andere vrouw of met een ander leven, dan zou ik hem zeker laten gaan, ja. Dan laat je hem zonder slag of stoot ook gaan. Oh ja, oké, ja, dat zeg ik niet. Ja, ik weet het niet, maar dat misschien verzin ik een alternatief of iets creatiefs. Van, nou, laat haar dan gezellig bij ons wonen en dan... Zoiets. Ja. Weet ik veel. Ja, ik weet het niet. Het is nu nog niet... Je hebt ook geen zin erover na te denken. Nee, want je maar kan wel van alles zeggen, ja. Maar ja, je weet het gewoon echt niet. Ik weet niet hoe ik me dan voel. Ik wil hem niet. Maar jullie zijn ook wel eens vaker als soort Patrick-familie op vakantie geweest, toch? Ja, we zijn wel echt heel hecht met elkaar. Ja. Ja, jij Ton, dan kinderen en dan ook. Ja. Ja. Is dat nu dan gek met dat dagboek erbij? Nee, want Ton stuurde me net nog een appje van Succes bij Jinek vanavond. Nee, ik heb niet gesprekken over het dagboek. Ja, maar wat nou, dat is toch gek als je dan weet dat je dan je ex-vrouw met haar nieuwe vriend wat voor seks die hebben? Of is dat... Maar hij gaat dat niet lezen. Weet je dat? Ja, en ik weet zeker dat hij dat niet gaat lezen. Kinderen ook niet. Maar het is ook niet voor hun. Dat snappen ze heel goed. Kijk, zij snappen als geen ander. En gelukkig Bart intussen ook. Dat ik het niet... Weet je wel, voor hun maak ik dat niet. Je maakt het voor lezers. Zij zijn mijn familie. Nou ja. En wat ik ook... Waar ik ook lang over heb nagedacht. Betrekkelijk lang. Is dat jij zegt... Tijdens een uitvaart memoreren we iemand. Ja. Zijn sociale leven, zijn gezinsleven. Ja, zijn werk. Verenigingsleven. Ja. Maar nooit zijn seksleven. Nee. Dat vond ik... Ja, alsof het niet bestaat. Ja, alsof het niet bestaat. En ik vind niet dat we nu in alle uitvaart iedereen seksleven moeten gaan memoreren. Dat is het niet. Maar het is heel opvallend. Ga je mensen instructies geven om... Ja, bij mij mag het. Ik zou het heel leuk vinden. Maar dat is toch best gek. Alsof het hele stuk niet bestaat. Dat is echt gek. Maar het is ook een beetje de magie van de seks. Want het zeg maar... Daar ligt een beetje de... Ja, gewoon... Waarover je niet kunt praten, daar moet je over zwijgen. Dat is ook de... Daarom is seks zo mooi in zijn daadkracht. En het is een... Ja, je hebt weinig woorden voor nodig. En daarom, hoe meer erover praat, hoe... Ja, praat je dood. En maar jij wil het ook onmythificeren, de seks. Ja, demythificeren. Ja, dat vind ik wel... Ja, dat vind ik fijn. Nou, nee. Kijk, dit dagboek is niet bedoeld dat iedereen maar met elkaar zijn seksleven gaat bespreken. En dat we moeten er allemaal normaal over gaan doen. En we moeten inderdaad op alle begrafenissen gaan. Dat vind ik helemaal, dat is helemaal niet mijn oogmerk. Nee. Maar mijn oogmerk is wel dat er een plek is waar het wordt besproken, waar je het kan lezen. En als je wil, dat je er dan over kan praten. En het kan, want die, aan de ene kant is die mystificatie natuurlijk heel mooi inderdaad. Want dat maakt het iets magisch en romantisch en prachtigs. Maar aan de andere kant... hangt er zoveel aan, zeker bij vrouwen, dat het fijn is om het ook een keer te demythificeren. Ja, het is gewoon maar seks, hè? Ja, maar je beschrijft net, het is voor jou hangen aan het leven, vieren van het leven. Ja. Een klein beetje doodgaan tegelijk. En dan zeg je nu, ik wil het helemaal rationaliseren. Nee, ik wil het voor vrouwen rationaliseren, niet om dat eruit te halen. Nee, dat mag er zeker in stoppen. Maar als het gaat om vrouwen en seks, daar gaat het toch nooit over. Bij vrouwen zit er toch altijd veel meer schaamte. En het is gênant. En weet je wel, je moet eigenlijk... Een vrouw mag echt lust uitstralen. Maar als ze het doet, dan is ze vies. Dan is ze een slet. Ik heb net Stromboli gelezen van Saskia Noord. Die dan, ik vond het wel een mooi boek. Heel mooi. Ik vond het een mooi boek. Maar zij heeft dus de hele tijd in haar hoofd, de hoofdpersoon, Saskia, vies wijf. Omdat ze aangerand is tussen jongens of verkracht. En dan dat slecht en vies en seks, dat hangt heel erg aan vrouwen. En inderdaad, close your eyes and think of England bij je huwelijksnacht. Ja. Dat zeggen ze niet tegen de man. En daarom wil ik het demythificeren. Het is ook maar gewoon seks. Ik vond wel tof dat je echt overal scheid aan hebt. Dat je dit ook boek gewoon uitbrengt. En ik denk dat jij daar zelf ook al van geniet. Toch? Het past wel bij je. Het is iets wat je over de jaren hebt ontwikkeld. Het is een soort nieuwe kunstvorm.
Ja, ik hoop het. Het sluit ook aan bij de eerdere expositie die je hebt gedaan. Ja. Ja. Met de beruchte tamponfoto. Ja. Die ik nu niet meer zou kunnen maken. Waarom niet? Hoe triest is dat? Dat staat in het boek. Oh, sorry, tuurlijk. Omdat je natuurlijk... Ik word niet meer ondersteld. Je menstrueert niet meer. Nee. Okay, maar dat was precies de bedoeling van die foto, wat bijna niemand begreep. Dat is dus ook zo'n markering. Je kan zo'n foto maken op het moment dat het nog kan. Ja. En je weet op het moment dat je maakt, er komt het moment dat ik hem niet meer kan maken. Want je bent niet meer vruchtbaar. En ik ben niet meer... Het zijn niet dingen die ik schandalig vind of vreselijk. Maar het zijn gewoon markeringen. Het zijn fases in je leven waar ik wel bij stilsta. Dus ik was met mijn dochter op vakantie en die was in de supermarkt en die pakte een doosje tampons. Ik dacht, oh ja. Ja, ik hoef nooit meer naar dat menstruatie, maandverband, schap. Daar loop ik nooit meer heen. Ik merk toch dat er een verschil is tussen Helene van Rooijen, de auteur, en jou in het echt. Want je lijkt in het echt wat bedeesder. Ja, dat klopt wel, denk ik. Hoor je dat vaak? Nou, Bart las het en die zei het ook. Die zei wel van, als je schrijft, is het wel een andere Helene die dan... die je dan hoort of zo. Ja. Ik denk dat dat ook wel zo is. Want als je schrijft, dat is natuurlijk makkelijker om stoer te zijn. Vind je het moeilijk om over te praten? Nee, ik vind het niet zo moeilijk. Nee. Zou je nu gewoon een passage kunnen voorlezen van hoe je dan tegen de douchewand wordt gezet? En je vriend? Ik zou het echt wel kunnen voorlezen, maar het voegt niks toe, zeg maar. Ik denk niet dat het werkt. Waarom niet? Dat is toch de basis van het hele boek? Geen schaamte laten zien nee, dat je... Nee, het is niet vanwege schaamte, maar omdat het vaak gewoon niet goed overkomt. Als bij Pauw of bij Jinek of waar dan ook voorgelezen wordt uit een boek, over welk boek dan ook, het komt nooit over. Nee. Het klinkt altijd heel... Een boek moet je echt wel lezen. Voorlezen is... werkt echt vaak niet. Dus bij dit ook niet. Het slaat echt dood. Dat vind ik gewoon zonde van de tekst. Maar het is zoveel... Het is niet schaamte hoor. Dat is echt, vind ik gewoon zonde van de tekst. Nee, maar het is zoveel dat ik over jou weet... door dit boek. Zoveel intieme dingen. En toch is het, toch hebben we het daar nu niet echt over. Hebben we het toch wel? Ik merk, het gaat een beetje in algemeenheden. Nee, maar... je hebt ook die crème gevraagd. Ja, maar dat vond ik erg lastig. Vond je dat moeilijk? Ja. Maar dat vind jij dan eigenlijk moeilijker dan ik? Want ik vind het niet moeilijk om daarover wat te vertellen. Heet plaatsvervangende schaamte, denk ik. Je gebruikt ook veel hulpmiddelen, hè? Ja, die zijn tof. Ja. Ja, daar ben ik echt afgeknopt geraakt. Ja, eentje... De womanizer, ja. Ik kan het weer niet zeggen wat kan het doet. Kan je niet zeggen. Het is een klitzuiger. Dus het is niet een vibrator in de zin van je zet hem er tegenaan en het gaat trillen. Chris, dit is niet zo erg. Nee, maar het is wel gek. Waarom zuigt Bart niet aan je klit? Oh ja, dat doet hij ook wel. Maar die womanizer werkt wel beter. En wat vindt hij daarvan? Weet hij dat? Ja, dat vindt hij wel. Ja, hij pakt hem er zelf vaak bij. Dat vindt hij niet zo ingewikkeld meer. In het begin moest hij daar wel aan wennen. Maar dat was ook iets wat ik me aan het begin van onze relatie echt had voorgenomen. Oké, nieuwe relatie, nieuwe start. Ik ga echt zonder gêne alles wat ik wil of vind of leuk vind, gooi ik er vanaf dag 1 in. Want als je daar echt jaren mee wacht, dan wordt het awkward. Mm. Ik kan maar beter meteen gewoon... Betekent dat hetzelfde als het jou ook open staat voor bijna alles? Stel je voor, Bart wil over je heen plassen of weet ik veel, echt hele kinky dingen doen. Vind je dan dat het een soort give and take is? Nou, plassen, ja. Nou, als hij dat echt zou willen, denk ik dat ik dat wel zou doen. Maar ik denk wel dat begrensd bij poepen zou liggen. Ik denk dan zou ik echt... Want dat schijnt ook te bestaan. Wat je toch bij, poepseks? Ja, poepseks. Ja, tuurlijk. Ja, nou precies, al opstaan. Nou, daar zou ik nou niet echt... Nee, daar is ook niet echt een goed ruilmiddel voor. Ja. Oké, jij mag over me heen poepen en dan mag ik. Ja, nee. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik heb je echt wat van opgestoken. Voilà. Nou, dan is het doel al meer bereikt. Kijk, dan heb ik al één zieltje gewonnen. Seks om het leven te omarmen. Nou, dat is echt zo. Cool. Ja. Dankjewel. Heel graag gedaan, ja.